De Rotterdamse tv-koks en de hit van 24 Kitchen, Job Patinasarani en Perry de Man. Deze week verscheen de biografie De Zin van het Leven, dat ben je zelf, van Anton Slotboom, over Jules Deelder. De dichter die op 19 december jongstleden overleed. Deze twee koks koken zo aan tafel een gerecht in de geest van de dichter. Een echt Rotterdams arbeidersmaal. En daarin mag uierboord, gestoofde of gekookte koeienuier, niet ontbreken. Dit is uierboord. Weet je wat uierboord? Uien, je weet toch wat een uier is? Een koeientiet. Dat werd dus in Nederland, was het orgaanvlees niet populair. Dat was voor de armen was dat een lekkernij. Dit is uierboord. Je kan het proeven. Ja, mannen, we gaan straks koken. Oh, okay. Over een paar minuutjes. Hele, is dit lekker eigenlijk, uierboord? Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja? Proef zelf. Nee, dat ga ik straks doen. Ja. Ja, dat ga ik straks doen. Jullie gaan het klaarmaken, want het is namelijk een soort poor man's dish. Klopt. Het is eigenlijk vleesafval. En als je echt bijna geld had, dan kon je dat nog kopen. En dat maakt je warm en legt je op een boterham, heb ik me vanmiddag laten vertellen. Ja. Rotterdam koestert het nog steeds als een soort van Rotterdamse delicatesse, hè? Klopt dat? Eigenlijk wel. En dat is woord aan hem, want... ik ben er ook vroeger achtergekomen, mijn opa, die altijd. En hij zegt, het is armeluis biefstuk, koeientiet. Ja. Dus er was niks. Er was geen biefstuk, er was geen Black Angus. Er waren alleen maar bloembollen en uienbord. Ja. Hij zegt wel, ja, dit was het gerecht. Dit maar er zijn nog steeds, kijk, je zou zeggen, de welvaart neemt toe, dus dat gerecht verdwijnt van de kaart. Er zijn nog steeds slagers in Rotterdam die het gewoon voeren. Ja, zeker. Het is pure nostalgie. Ja, een slagerij, ik weet niet of ik de naam mag noemen. Slagerij Schel op de Westkruiskade maakt het één keer per week. En je hebt ook Oteman op de Oude Binnenweg. Oude Binnenweg. En er zit er nog eentje op de Zwart-Janstraat. En dan dat is het nog steeds. Maar wordt het dan gegeten uit nostalgie of omdat mensen het toch ook wel echt lekker vinden? Nou, ik denk nostalgie. Maar zijn opa is een fijnproef. Ja, ik moet elke keer als ik naar mijn opa ga. Mijn opa woont op Zuid. En dan neem ik altijd even een paar plakken mee voor hem. Ja, op een wit bolletje boter, zout en witte peper. Dat is het. Dat is hem, ja. Jongens, even na de introductie. Wat eten we vandaag is de rubriek die jullie hebben op 24 Kitchen. Dat is zeer veel bekeken. Daar komt nu een nieuwe serie die gaat over Indonesisch eten. Daar hebben we het vanavond dus helemaal niet over. Jullie hebben inmiddels een reputatie. Maar niet iedereen zal je... Ken je de boys? Nee. Daarom gaan we even kijken naar wat ze zo al uitgekomen. Rechtstreeks uit Rotterdam. Ik ben Job. En ik ben Perry. Oh, wat doe ik nou, Job? Oh, god. Zo, dat gaat net goed, jongens. Wat eten we vandaag? Wat eten we vandaag? Wat eten we vandaag? Wat hebben we daarvoor nodig? Vleeshamer. Een aluminiumbakje. Olie om te frituren. Poelen. Kijk uit, anders kan je... Poelen. Ik vreet het echt op. Heerlijk. Zo, gelijk... En affrituren. Best lekker flinten dun snijden. Fikkers. Olietje erbij. Zout, kom maar. Hier. Hop. Kijk. Dat is echt heel leuk om te zien. Watertje erbij. Olie staat op. Klaar. Komt-ie. Arroseren. Hier de boter. Zo'n schnitzel paradijs. Tadaa. Kapsel. Wat een klein kutpannetje, joh. Ja, dit werkt niet. Kapsalon, laten we het daar heel even over hebben. De kapsalon, ken jij de kapsalon? Ik heb hem toevallig met de jongens van Delict één keer gegeten. Oh, met de jongens van Delict? Ja, bij de allereerste kapsalontent in Rotterdam. Want een kapsalon, dat is dus alles, hè? Patat, zwaarma, de hele flikkers. De hele bende. En dat is ooit begonnen inderdaad in een kapsalon. Nou, het was meer zo dat er was een kapper, die zit ernaast, een Kaapverdisch kapper. En die moest snel eten op een vrijdagavond en tussendoor. En die zei, weet je wat, flikken alles maar in een bak. En dat werd toen, op een gegeven moment kwam hij langs, ja, heb je één keer kapsalon. En zo is dat ontstaan. En toen kwamen ze het snel brengen, kon hij snel eten en verder gaan. Ja, zelfs in België en in Duitsland is die nu ook. Ja. Je had het over onze helden, Sjoe en de kapsalon. Ja. Daar zijn we hartstikke trots op. Ja. Nee, Jordi ook. Ja, echt Rotterdams dus. Nooit gerealiseerd. Gaan we koken, jongens? Ja. Gaan we langzaam koken? Even rustig gaan bakken. Ja, kan je een beetje bijpraten, de eerste minuutje even bijpraten wat je doet? Ja, nou, wat we gaan doen. Het is simpeler dan simpel. Dat was ook een quote. Uienbord met kroten, dus bietjes. Ja, en kroten, gekookte aardappotjes. En dit zijn twee verschillende soorten uienbord. Dit is de gekookte versie. Ja. Dat heb ik een dikke plak van gemaakt. Die ga ik even bloemen en die ga ik bakken in de bak en braad. Nou, er is niks beter dan die klonten. En dit is de gebraden uienbord.
Het ja, ruikt naar uienbord. Ja. En er gaan kroten bij, daar Jules het ook wel eens over, hè? Kroten... Ja, ja, de krootjes. We gaan bezig gaan met de kroten. Ja. Uitspraak van Jules Dulder. Jules Dulder, Rotterdamse uitspraak, oude krotenkoker. Nou, er staan er twee, dat zijn klotenviolen. En we hebben hier nog aardappeltjes erbij. Ja, aardappeltjes. En, ik ga ze maken zoals mijn oma ze maakte, met uitjes, boter en een klein beetje suiker. En azijn. Ja? That's it. Oké, that's it. Is going. That's it. Even, even kijken, waar is het bundeltje? Jules Deelde, de Rotterdamse kost. Die heeft een bundeltje gemaakt met allemaal gedichtjes over Rotterdams eten. Ik lees er even eentje voor. Ga maar aan de slag. Yes. De kapsalon, zowel de grote als de kleine, komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Het is een ultravette hap waar een hand geen brood van lust, maar een Turk wel pap. Ja, trek toch? Ja, wacht even hoor. Rotterdamse kost is voor een buitenstaander niet te knagen. En alleen de sterkste magen kunnen hem of haar zonder gevaar voor brandend zuur of darmkatar verdragen. De Rotterdammer is erop gemaakt en zal hooguit om de tomatenketchup vragen. Ja, goeie gedichtjes, hè? Ja, helemaal te gek. Ja. Kan die wel. Gaat het goed daar, jongens? Ja, ja, zeker. Even opvoeren. Ja. Even gasten rot tijd, hoorde ik. Nee, we hebben niet zo heel veel tijd, maar dat komt er wel goed. Zeker. Klein beetje opvoeren misschien. Het is al gaar. Oh, het is al klaar? Het is allemaal gaar, joh. We hebben de mise en place al klaar. Hey, wat doen we normaal met de uiers? Frikandellen. Het is slachtafval natuurlijk, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja, dus als je met ogen, buiten Rotterdam in frikandellen en in Rotterdam... Dus iedereen heeft het eigenlijk al gegeten? Ja, ja, in principe wel. De frikandel is al sinds jaar en dag de favoriete doodsoorzaak in Rotterdam. En dat wouden we graag zo houden. Nou, ik hou ervan. Ik hou van frikandel. Omdat het anders kankeren wordt. Oh! Zo. Hij is zo goed. In proletarisch Rotterdam geldt uienbord als godenspijs, waarvoor men met één pannetje bij de slager in de rij stond. Maar als slachtafval in feite voor de varkens was bestemd. Ja. Afijn. Ja, dat is het. Ja. En dan staan wij op televisie dat te maken. Ja, nee, natuurlijk. Heerlijk, toch? Wij maken er vanavond delicatessen van. Nu is die lekker aan het in de bruisen. Geest van Jules. Hoppa. Hoor eens even, wat een knetter. Het is overigens wel mooi te zien, jongens. Ik was onlangs in Rotterdam bij de première van Waardenberg en de Jong. Ja. Hey, jullie godenzonen in de Nieuwe Luxor. In welk restaurant of cafeetje ik ook kwam, die twee dagen, overal werd Jules herdacht, hè? Ja, tuurlijk. Ah, ja. Of foto's, of mooie teksten aan de muur. Ah. Allemaal altaartjes ingericht. Mooi, hoor. Je gaat zo. Hartstikke dat zie. Nou, dan doe ik mijn vetklep maar omhoog, anders blijft alles eronder hangen. Het gaat ruiken, jongens. Ja. Lekker, oh, toch? Ja. Het gaat ruiken. Kennen jullie Jules eigenlijk? Nou, ik heb hem wel eens voorbij zien lopen op de binnenweg, inderdaad. Ja. En hij stond altijd in Café Arie, stond hij zo de krant te lezen. Ja. Ik weet het. Café van zijn dochter, hè? Ja, hij woonde ernaast. Zijn dochter. Ja, klopt. Zijn we er bijna, jongens? Ja, ja, bijna. Wie mag het... Eet jij vlees eigenlijk? Nee, eigenlijk niet, maar ik ben niet zo'n extreme vegetariër. Dus ik wil af en toe wel iets nieuws, gewoon om het te proberen. Je bent een milde vegetariër. Ja, maar die kapsalon heb ik dus ook gegeten. Ik eet eigenlijk normaal nooit vlees, maar ik vind dat ik alles een keer geprobeerd moet hebben. Oké. Dus ik had hier liever gezegd dat ik vegetariër was, denk ik. Je bent een hele rekkelijke, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Dit zijn wel ouderwetse piepers, zeg hé. Ja, dus ja, lekker toch? Lekker vet. Ik heb het lang niet gezien, hoor, dit. Hoppakee. Met een beetje boter. Alles is lekkerder met boter. Is wel waar, ja. Is wel waar. Schat, ik heb eerder een keer in een kooksessie gezeten met jou. Met wel, een van de eerste. Wat hebben we toen gekookt? Met vieze ver was dat volgens mij. Nee, met vieze ver. Ja. Van de jeugd tegenwoordig. Ja, je had een heel delicaat gerechtje. Ja, weet ik wel. Iets anders dan dit. Ja, het was iets anders dan dit. Ik wil het nu wel proeven, jongens. Ja, komt-ie. Kom maar, Per. Ja. Even een plak op je bord. Lijkt net zwaardvis. Ja, maar echt, kijk dan. Oeh. Dit is wel kikken, zeg. Hebben we mes en vork ook, jongens? Ja, heb ik. Oké. Okay. Kijk, hoe eet een mooie tak peterselie erbij. Tak erbij. Dames eerst. Alsjeblieft. Nou, echt supersnel. Net zo snel gekookt als jij praat. Kijk eens. Ja. Super fastfoods dit. Iemand zin hierin of niet? Ik denk het wel, hè? Ik ga hem even weg, want ik moet nog even wat zeggen. Hier. We gaan het zo eens even laten zien. Moet ik het doen? We zijn de vark erbij. Kom op, kom. Kijk eens aan, dame. Ik heb nog een paar plakken voor de mensen die dadelijk wat... Ja, zeker. Dus, Neem een hapje, Moeten we even zitten nog? Even zitten. Oh, neem maar een aardappotje. Ja? Waar smaakt het naar? Het is koeienuien, maar waar smaakt het naar?
Ja, moeilijk. Moeilijk om iets te doen. Ja. Het is het. Ja, het, ja, maar, ja, het... Waar smaakt het naar? Ja, heel vet. Nou, kom. Ik kan niet praten, hoor. Nee, ik ben heel benieuwd wat jij gaat zeggen, want ik weet het echt niet. Kijk, yes. Goeie hap. Het is een beetje korrelig. Dit smaakt naar een hele milde schnitzel. Okay, een cool. Hele ja? Milde schnitzel. Een beetje een laffe schnitzel. Dat lijkt het ook. Het lijkt ook op varkensfrikandeau. Ja, ja. Die kant op. Zo, ja, zo die kant op. Beetje lever. Beetje, milde schnitzel. Denk daar maar aan. Ja, denk het, hè. Indofood, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Okay. Dat is de nieuwe serie die jullie hebben gemaakt. 25 februari te zien op 24 Kitchen en op AD Koken en Eten. Ja, klopt. Mag ik jullie danken, jongens. Dank je wel. Yes. Dank. Hey.